Goedemiddag. Ja. Ja, als eerst een heel hartelijk welkom, lieve vrienden, bij weer een gloednieuwe vlog van Corinda en de Beestenboer. Ja, het is vandaag 8 november. 8 alweer, ja. Die zit te eten. Maar in ieder geval, het is 8 november en het is 13:52 uur, koffiewater op staan. Ik heb Frodo's wc al gedaan. Ik ga zo meteen even met de vaatwasser bezig en de troep daarom opruimen, want het aardig staat vol. Ik zou een heel mooi apparaat in elkaar zetten voor de kerst, die ik ooit van mijn man gehad. Maar helaas, ik was het kwijt. Dat was gevallen op de grond en dat is een heel klein hoedje. Ja, en dat moet ergens bovenop, want anders valt de rest naar beneden. Nou heb ik hem gevonden, dus dan valt het ook niet meer naar beneden. Dus ik kan hem in elkaar gaan zetten, ja. En ja, waar ik hem dan 1, 2, 3 neer moet zetten, ik weet het niet. Maar ik zat te denken boven op de hoe heet dat ding? Printer. Ik vergeet het iedere keer. Daarna ga ik het schilderij, die boven de kast hangt. Moet je eens zelf kijken. Die er boven de kast hangt, met het huisje erop. Die ga ik er weghalen en dan komt er een krans te hangen met verlichting erin. Ja, dus dat komt allemaal goed. En ik wens jullie natuurlijk voor jullie zelf ook een hele fijne dag toe. Het is hier prachtig mooi weer, strak blauwe hemel. Geen wolkje te zien, echt niet. Ja, dat was de postbode Frodo. Dat was de postbode. Het is echt een strak blauwe hemel. Ja, mooi hè? Ja, eindelijk. Iedere keer de bewolking waar je triest van wordt. Dat is niet leuk. Nee, is echt niet leuk. Nee, maar in ieder geval maakt het allemaal niet uit. Mijn koffiewater heeft inmiddels gekookt. En dan gaan we straks kijken wat er in de brievenbus is gevallen. Kunnen reclame zijn, maar kunnen ook post zijn. Maar dat zien we dan wel weer. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, ik ben net klaar. Ik ben back af en dan moet ik nog naar de FOMA boodschappen doen. Want Astrid die komt morgen natuurlijk weer te eten. Dat ding is in elkaar. Ik geloof dat ik jullie dat al had laten zien. Dat is mooi, hè? Ja, kaarsje kan branden en dan gaat dat zo draaien. Maar dan moet ik nog even een plekje voor vinden. Het tv-lampje moet nog naar boven. Dat is die. Die gaat dan naar boven toe. Maar het begint op te schieten. Ik zal het licht trouwens aandoen. Dan zien jullie dat. Ik moet zelf ook even meekijken. Zo. Ook over de kast hangt een kerstslinger. En die doet het ook weer. Daar ben ik mee aan het vechten geweest. Want er zat een snoer in. Die deed het wel. Maar er was toch iets stuk binnenin. Of bij het stekkertje die weer in de grote stekker moet. Ik weet het allemaal niet. Maar ik heb er een nieuwe in gedaan. En Frodo die is buiten geweest, die heeft zijn muilkorf om, die houdt die om, want ik ga zo nog even boodschappen doen. Maar meneer die wil in de stoelen kruipen, wat niet mag, dus ik heb maar een box erin gezet. Die, als ik terugkom gaat die er weer uit. En daar ligt zo'n buitenstekker waar je stekkers in kan doen. Nou ja, die laat ik ook even leggen, dan komt hij er niet in. Ja, dat hadden we al in de stoelen gaan leggen en dat mag niet. De bank is voor hen. Ja, de bank is van hen. Of niet dan? Hé, joh. Nee, je houdt hem om, het vrouwtje moet weg. Ja, ik hou de lichtjes aan, want het begint donker te worden. Ja. En dan heb je de lampjes bovenop de kast, die ik normaal aan heb, die zijn nou uit. Dus dat komt allemaal goed. Ja, dat, nou, en dan wil ik in de keuken heb ik. Wil ik ijspegels denk ik gaan hangen? Ik weet het nog niet. Ik heb ijspegels voor binnen. Lampjes. Dus ik denk dat ik die hier nog hang. Maar
vader komt. Helemaal goed. Ja, ja. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie dag. Ik kom straks alweer retour. Even naar de winkel boodschappen doen. Ik zal er wel niet uitzien. Ik weet het niet hoe mijn haar zit. Ik zie niks, maar het zal me een worst wezen. Ik ga dus even naar de VOMA daar boodschappen doen. En ik zie jullie straks weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes. Ik ben echt back en back en back af. Ja. Ik heb tot zover de kamer weer keurig netjes op orde. Ik heb de bankstel anders omgezet. Maar als de kerstboom komt, gaat het weer. Maar dat gaat dan om één stoel. Ik heb het nou, als jullie dat zo kunnen zien, de bank staat nou hier met Frode erop. Hij legt nou met zijn kont naar me toe. Maar hij was dus ook weer stout, want ondanks dat hij melkkorrel van me heeft, als ik weg ben, kan hij nog dingen uitvreten wat niet mag. Ja, nou, en de stoelen heb ik dus daar staan, voor het raam. En als de kerstboom komt, dan gaat die stoel gaat naar die hoek toe waar die plant en die pop staat. Dat kan, want die poplamp gaat daar dan weg. Dan haal ik de bank deze kant nog weer op. Dan gaat die stoel, die gaat naar de televisie. Dat stoeltje met dat namaakplantje met die roosjes gaat naar boven toe. En er komt hier een kist te staan met een kerstboom erop. En dan wil erin naar buiten. Nou, dat mag. Ja hoor, doe maar. Doei. Doei. Doei, doei. Nou, dan niet. Zo. Dus ja, dat komt allemaal wel goed. Ik zou gisteren eigenlijk een filmpje maken van dat engeltje, maar dat is mislukt, want toen was mijn batterij leeg. Dus moest ik opnieuw laden en ik ben er vandaag nog niet aan toegekomen. En hun hebben al eten gehad. Ik ga zo mijn eten klaarmaken. En even bekommen van alles. Nou, en ik moet vanavond ook natuurlijk weer op Facebook. Ja, ik weet het even allemaal niet, maar ik wil ook daar in de keuken dus ook verlichting hangen. En ik denk dat ik mijn ijspegels doe. En dan, tenminste, ik moet bij de stopcontact beginnen. Dus in die hoek, daar dus, in die hoek. En dan die kant op werken langs de raam. Dan ga ik een stukje naar beneden, ga ik er onderdoor weer langs. We zien wel, tenminste, ik probeer het gewoon, want dat raam is natuurlijk niet zo groot. Maar we zien het wel. Ja hoor, komt allemaal werkelijk waar goed. Ja, en ik heb een paar stopcontacten gekocht, die weer in een stopcontact doen moet. Maar waar dan meerdere stekkers in kan. En ik heb een stopcontact gekocht en daar kan een USB bovenin erin. Makkelijk. Simpel. Als je bezoek krijgt die hier gaat zitten en ze moeten opladen. Nou, voilà. Kom toch. Ja. Makkelijk zat. Hoe ze een stekker niet mee te nemen. Ik steek op een draadje. Nou, en ik heb ook nog wat draadjes. Ja hoor. Komt allemaal goed. Dat, ja, lieve vrienden, ik zou zeggen. Een fijne avond. En ik ga even televisie kijken en eten. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, ik heb het licht wel aan, maar het is wel donkertjes, vind ik zelf. Het kon wel eens wat minder worden met mijn verlichting. Koek, koek. Nou ja, moet maar even. Maar in ieder geval, ik laat jullie het even bewonderen allemaal. Ja. De stoelen die staan dus daar. Mijn tafel, enkel de AB behoort nou daar weg. Ewind ligt op de kussens. Frodotje die denkt ook van bekijk het allemaal maar. En nou, de kast met een tak en twee slingers erin. En nieuwe verlichting. Een krans erboven.
Die slinger die daar op die schilderij hangt, daar wordt nog verder mee gewerkt. Die komt helemaal op. En dan gaat het over dat schilderijtje heen, hier naartoe. Komt helemaal daar naartoe, daar naartoe, daar naartoe, daar naartoe, daar naartoe. Voilà, naar die tak. Die is ook al versierd. En verlichting erin, zoals jullie dat zien. En voilà, ga ik zakken. Mijn keuken. De ijspegels die hangen er. Dat helemaal op de top. En dan gaat de slinger gewoon daar weer door. Tjoeke tjoeke tjoek. Langs die grote, dikke, grote foto waar ik samen met mijn mannetje op sta. En dan gaat het helemaal weer rondom. Die hoek door. Daar naartoe. Naar mijn mama. Waar de slinger op ligt te rusten. Ja, en ik heb mijn schoonouders ook maar als engeltjes op de stal gezet. En mijn mannetje erin, dat wisten jullie al. Maar mijn schoonouders, ja, die zijn er ook niet meer helaas. En dit is gewoon op mijn dierbare hoekje. Enkel, ja, mijn mama hangt er meerdere keren, omdat, ja... Dat is gewoon zo gekomen, omdat ze ook, nou ja, twee keer hangt daar alleen, dat ze alleen nog op de foto is. Maar op die foto, daar zit ik nog bij met een andere tante. Op die foto, daar zit ze met mijn papa, met mijn heid. Dus ja, zo is het allemaal. En ja, we zijn dus nog niet klaar. Nee. Nee, helaas nog niet klaar. En daar komt er eentje aan. Oh ja. Oh ja. Oh, is dat zo? Wat was voor dikkie. Hé? Wat gooit je dan? Een wauw, zegt ze. Hoorden jullie dat? Oh, geweldig. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, het is al heel erg laat. Althans, wat heet. 2:45, dus tijd om afscheid te nemen en af te sluiten en naar mijn bed toe te gaan. Maar eerst moet meneer Frodo zijn melkkorf nog om en nog even naar buiten. Dus dat gaan we bij deze eventjes doen, dat ik zeg welterusten en graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!